Och mensen, hij is zojuist afgerond, zoals het heet. De Ekdom in de Morgen Winterbarbecue. Maar als je dan toch in de Efteling bent, dan wil je een rondleiding door het Sprookjesbos. Freddy van de Efteling, hallo. Goedemorgen. Ready, Freddy? Ja, heel goed. Het is een prachtige dag. De zon schijnt. Kan niet beter in het Sprookjesbos. Nou, heerlijk man. Waar staan we nu eigenlijk, Freddy? We staan bij Hans en Grietje. Dan moeten we eigenlijk niet zo hard praten, want als wij te hard praten, dan komt daar de heks naar buiten. Zoals je weet, Hans is er niet echt heel goed aan toe. Die zit achter tralies. Dus... Hij zit vast, zeggen ze in Duitsland altijd. Ja, zoiets. Maar ja, we moeten van de taarten afblijven. Al aan het hek gaan zitten, dan komt ze naar buiten. Levensgevaarlijk huis eigenlijk. Je moet hier eigenlijk heel snel weg. Hoor ik uit eerste hand. Hand en Gietje. Gaan we snel verder naar de volgende attractie. Ik geloof dat ik de volgende attractie... De zeven geiten. Gekkigheid. Kijk. Het is ook geen kleinigheid. Want hier zitten ze, hè. Kijk, hier begint het gemekker al. Kijk, daar zitten ze. Meteen sfeer. Maar de grote boze wolf, die staat hier, hè. Kijk, niet likken. Niet likken. Toch weer doen, hè. Ja, die deur klinkt nergens naar. De boze wolf en de zeven geitjes. Nou, we mekkeren gauw door naar de volgende attractie. Oh ja, dat is moedergeit natuurlijk. Nou, die heeft een behoorlijke sik in, zie ik, hè. Zo'n draak van een attractie waar we nu naartoe lopen, dat zie je meteen. Dit is toch de draak, Freddy, of niet? Steek de draak hiermee. Ja, sorry hoor. Ik ben wel benieuwd of jij lef hebt en durft om de kroon aan te raken. Want ja, daar is hij niet altijd van gediend. Nou, ik laat me niet kisten, hè. Nee, dat snap ik maar. Super. Moet ik hem aanraken? Valt hij dan dicht? Dat zie je vanzelf. Ah! Niet spuwen! Niet spuwen! Die lucht! Wie zit er nou in dat pak? Gerard, je snapt toch wel dat er niemand in het pak zit. Dit is de echte draak. Dat is een pak van hart. Nou, we gaan naar de volgende attractie. Een mooie boomstronk, hè? Nou, dat de beuk erin, zeg ik. Jongens, ik ben helemaal van het padje. Jij ook? Kijk, al die paden, jongen. Je ziet de paden de bos niet meer. Is dat rood kapje? Jazeker. Herkenbaar aan haar rode kapje. Op zich heel overzichtelijk altijd. Ze is warm aangekleed, ze heeft koekjes bij voor grootmoeder. Maar ja, de vraag is of grootmoeder thuis is. Ja, want misschien ligt de grote boze wolf wel in haar bed. Hè? Wel een beetje eng ook wel, hè? Als je als klein kind altijd een beetje bang was voor de grote boze wolf. Dit is hem dus. Maar ja, Roodkapje weet inmiddels zelf ook wel na al die jaren dat die boze wolf er een keer in dat bed ligt. Hoe naïef kun je zijn? Al 160 jaar lang gaat het fout. Kijk, Geppetto. Geppetto, ja, dit ken ik. Ik had vroeger de LP van Pinocchio. Die vond ik altijd heel intrigerend. Dit is het huisje van Geppetto en dit is de werkplaats. Hier maakt Geppetto allemaal dingetjes van hout. Ja, zoals je ziet is Pinocchio niet thuis. Pinocchio is niet thuis, maar hier kun je zeggen, het houdt niet op. En waar is Pinocchio dan? Ja, daar gaan we even verder kijken. Oh, we gaan verder kijken. Ja, de kat en de vos. Waar is Pinocchio? Niet? Niet hier? Niet hier? Oké, er komt hier iemand uit de ton. Nou, Pinocchio niet, maar ze hebben al 2 ton opgehaald hier. Laten we even bij Attila kijken. Ja. Ik zie hem hoor. Ik zie Pinocchio. Zie je dat? Grote sperm, flappen erin, grote sperm. Wat voel je nou zo'n beest doorgaan? Ja, dat zijn heel veel kilo's hele kleine garnaaltjes. Die garnalen worden ook steeds kleiner in die kou natuurlijk, hè? Uiteraard. Had Freddy niet van terug. Hè? Ik geloof dat ik geen attractie meer zie. Dat betekent dat het Sprookjesbos hier tot een schitterend einde komt. Wat een staande ovatie voor Freddy. Nou, dankjewel. En niemand? Nou ja, sorry Freddy, ik heb er alles aan gedaan. Dankjewel voor deze rondleiding. Dankjewel. Zullen we even een kop koffie met Roodkapje? Zeker. Ja. Zou ze er voor in zijn? Zonder cameraman dan, hè? Oké, even.